Dennis, ja. Kun jij mij vertellen hoe je de stelling van Pythagoras toepast? Ja, dat kan ik. De stelling van Pythagoras, daar bereken je altijd een zijde mee van een rechthoekige driehoek. Goed, dan beginnen we met het tekenen van een driehoek. Een zwarte, korte zijde noem ik het even. Ik zal zo even uitleggen waarom ik het een korte zijde noem. Daar komt tegenaan geplakt de rode zijde. En dat is ook een korte zijde. Dus daar zet ik ook bij KZ. En tot slot hebben we nog één zijde om een driehoek te vervolmaken. En deze zijde noemen we de lange zijde. Nou, dit is dus een rechthoekig driehoek. Om helemaal compleet te maken, moet daar nog een haakje in van 90 graden. Nou, de stelling van Pythagoras toepassen. Nou, ga ik even wat lengtes neerzetten bij verschillende zijdes. Bij de twee korte zijden, dat is het makkelijkst. Deze zijde is 5. De rode korte zijde, daar maak ik als gegeven 7 van. En dan willen we graag berekenen de onbekende zijde en dat is dan de lange zijde. Nou, de stelling helemaal toepassen. Ik schrijf bij mijn leerlingen altijd op korte zijde. 1, daar komt de andere korte zijde bij. En dat moet uiteindelijk worden de lengte van de lange zijde. Dan ga ik eerst even invullen wat ik weet. De lengte van de korte zijde, de zwarte korte zijde, die is 5. Dan zet ik er netjes achter. Dan de lengte van de andere korte zijde, de rode korte zijde, is 7. Dat zet ik er dan ook achter. En de lengte van de lange zijde weet ik nog niet, dus die blijft nog even open. Hier maken we een som van. En die som, ik wil altijd dat het sommetje helemaal klopt. Dus hier komt een plus te staan. Bij de stelling van Pythagoras. Als we van links naar rechts werken in het schema, in het tabelletje, dan is de bedoeling dat je altijd kwadrateert, een kleine 2. Op het moment dat we van rechts naar links werken, is de bedoeling dat je de wortel neemt van dat getal. Oké. De zwarte korte zijde in het kwadraat geeft 25. 5 keer 5, 25. De andere korte zijde, de rode, geeft 7 in het kwadraat, is 49. Uiteindelijk, als het sommetje moet kloppen, staat er voor de blauwe zijde opgeteld 74. Nou, de grote onbekende staat aan de linkerkant van de verticale streep. Dus nou ga ik van rechts naar links werken. Dus ik moet hier de wortel van 74 noteren. En daar komt, dat doe ik niet uit mijn hoofd, heb ik net uitgerekend, 8,6 uit. Wat heb ik nu berekend? Ik heb berekend dat de zijde, de lange zijde in een rechthoekige driehoek, 8,6 centimeter lang is. De korte zijde is 5, de andere korte zijde is 7 en de langste zijde is altijd de schuine zijde in een rechthoekig driehoek en die is ook het langst, 8,6 centimeter. Dankjewel.